Welkom lieve jij. In deze video wil ik je op sleeptouw nemen om even vanuit een totaal andere invalshoek te kijken naar de Leeuwenpoort. Ontdek hoe alles met elkaar verwant is en een wonderlijke samenhang kent. Zoals iemand me laatst nog zei, een gesprek kent vele bodems. Alles ontvangt betekenis vanuit onze eigen zienswijze, ons eigen begrijpen. Soms wordt er zoveel meer gezegd dan wat op het eerste ogenblik gehoord of waargenomen wordt. Terwijl ik me intuïtief afstemde op de energie van de huidige Leeuwenpoort, werd ik eveneens naar het volgende verrassende, intrigerende deeltje van de Leeuwenpoort gebracht. Niets is toeval, niets gebeurt zomaar. Ontdek het resultaat. Veel luistergenot. De Leeuwenpoort te Jeruzalem. De oude stad van Jeruzalem wordt omringd door een muur met 8 grote poorten. De Leeuwenpoort bevindt zich aan de oostkant van de oude stad Jeruzalem en is genoemd naar de 4 leeuwenreliefs die de gevels sieren. De poort vormt de belangrijkste verbinding tussen de oude stad en de hof van Gethsemane, de Olijfberg. De poort leidt naar de Via Dolorosa, de traditionele route die Jezus zou hebben genomen op weg naar zijn kruisiging. Het is een belangrijke poort, omdat hij een centrale rol speelt in de Heilige Schrift en in profetieën. De oorspronkelijke oostelijke poort werd gebouwd door Salomo in 960 voor Christus of later door Hiskia in 715 voor Christus. Koning Salomo, zoon van koning David, begon met de bouw van een huis voor de Heer in Jeruzalem, de eerste tempel, op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David was verschenen. De architectonische plannen voor de bouw van de eerste tempel waren van koning David, die de meeste kostbare en mooie materialen leverde. Het Heilige der Heiligen, de heiligste plaats in het Jodendom, is het binnenste heiligdom, het tabernakel en de tempel. Hier plaatste Salomo de Ark van het Verbond, een versierde vergulde kist, die oorspronkelijk was gebouwd om de 2 stukken steen in te bewaren waarop de 10 geboden waren gegraveerd, geschreven met de vinger van God, toen Mozes de berg Sinaï besteeg. 1000 jaar eerder was het op dezezelfde berg Moria dat God Abraham op de proef stelde door hem te vragen zijn enige zoon te offeren. Het is zeer waarschijnlijk dat Nehemia de oostelijke poort herbouwde toen hij rond 444 voor Christus de muren van Jeruzalem herbouwde. Herodes de Grote herbouwde de oostelijke poort rond 19 voor Christus en voegde een trap toe, of herbouwde een bestaande trap die naar de poort leidde. Deze trap liep langs de oostelijke muur. De poort werd vervolgens herbouwd tijdens de Umayyad-periode in 661 tot 750 na Christus op de fundamenten van de eerdere poort uit de tijd van Salomo of Hiskia. De huidige poort werd herbouwd door Suleiman
rond 1541 na Christus en werd gebouwd op de fundamenten van de eerdere poorten. De oostelijke poort geeft de meest directe toegang tot de Tempelberg vanaf de Olijfberg. De Leeuwenpoort is belangrijk in zowel de Joodse als de christelijke geschiedenis. Volgens de traditie hing de profeet Nehemia door deze poort Jeruzalem binnen om de muren te herbouwen in de 5e eeuw voor Christus. Leeuwen zijn het symbool van Jeruzalem en Juda en is een veelgebruikt Joods symbool. Jeruzalem was de hoofdstad van het koninkrijk Juda, waarvan het embleem een leeuw was. Zie Genesis hoofdstuk 49 vers 9. Juda, zoals gezegend door zijn vader Jacob, is een leeuwenwelp. Christenen geloven dat Jezus door deze poort ging op weg naar zijn kruisiging. In het Arabisch wordt het Bab al-Asbad genoemd, de poort van de stammen. Christenen noemen de poort naar de naam van Stefanus, de eerste martelaar die werd gestenigd in de buurt van de Damascuspoort. Een andere naam is de poort van Lady Miriam en in het Arabisch Bab Sidna Miriam, Miriam, de moeder van Jezus. Nog een andere naam is de poort van Josafat. Volgens de profetie van Joël zullen alle boosdoeners van zijn volk aan het einde der tijden door God worden berecht in de vallei van Josafat, die wordt geïdentificeerd in het kanaal van de Kidronvallei, aan de voet van de poort. Deze oostelijke poort, die uitkijkt op de Olijfberg, aan de andere kant van de Kidronvallei, is uniek, omdat hij volledig is afgesloten. Sommigen zien de versperring van de oostelijke poort als een vervulling van Bijbelse profetie. Gesloten door de moslims in 810 na Christus, heropend in 1102 na Christus door de kruisvaarders en vervolgens ommuurd door Saladin na de herovering van Jeruzalem in 1187 na Christus. De Ottomaanse sultan, Suleiman, herbouwde het samen met de stadsmuren en ommuurde het opnieuw in 1541 na Christus. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De oostelijke poort werd in 1540-1541 na Christus gesloten in opdracht van Suleiman de Grote. Men gelooft dat de reden voor het sluiten van de oostelijke poort was om te voorkomen dat de Joodse Messias toegang zou krijgen tot de Tempel van Jeruzalem. Moslims legden ook een begraafplaats direct voor de poort als extra voorzorgsmaatregel, in de overtuiging dat de Messias als goede Jood er niet doorheen zou lopen en daardoor onrein zou worden. Echter, alles wat Christus aanraakt, wordt rein. Dus dat is geen probleem. Ezechiël profiteerde de sluiting van deze poort zelf rond 600 voor Christus, dat ze gesloten zou worden, omdat de Heere, de God van Israël, door deze poort is binnengegaan. Daarom zal ze gesloten worden. Het boek Ezechiël is een van de belangrijkste profetische boeken in het Oude Testament. Het boek Ezechiël beschrijft 6 visioenen van Ezechiël,
en bevat verschillende verwijzingen naar een poort die naar het oosten gericht is of de Gouden Poort. In Ezechiël hoofdstuk 10, versen 18 en 19, ziet de profeet de heerlijkheid van de Heer de tempel verlaten door de ingang van de oostelijke poort van het huis van de Heer. De heerlijkheid beweegt zich dan ten oosten van de stad naar de Olijfberg. Zie Ezechiël hoofdstuk 11, vers 23. Later ziet Ezechiël de heerlijkheid van de Heer terugkeren naar de tempel via de poort naar het oosten. Ezechiël hoofdstuk 43, versen 1 tot 5. In Ezechiël hoofdstuk 44, versen 1 en 2, lezen we dat de poort gesloten is. De man bracht me terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die naar het oosten, en die was gesloten. De Heer zei tegen mij, deze poort moet gesloten blijven. Ze mag niet geopend worden. Niemand mag erdoor naar binnen. Ze moet gesloten blijven, omdat de Heer, de God van Israël, erdoor is binnengegaan. Tot slot lezen we in Ezechiël hoofdstuk 46, vers 12, dat er één persoon is, een vorst, die via de oostelijke poort naar binnen mag. Wanneer de vorst de Heer een vrijgevigheidsoffer brengt, dan moet de poort die naar het oosten gericht is, voor hem geopend worden. Dan zal hij uitgaan en nadat hij is uitgegaan, zal de poort worden gesloten. De prins, voor wie de poort zal worden geopend, wordt gezien als Christus zelf bij de tweede komst. De vredevorst zal terugkeren naar de Olijfberg, Zacharia hoofdstuk 14 vers 4, en Jeruzalem binnengaan via de heropende oostelijke poort. Volgens de Joodse traditie zal de Messias door de oostpoort komen, als hij komt om te heersen. Voor christenen heeft Christus dit al gedaan bij zijn eerste komst en zal hij dit opnieuw doen bij zijn tweede komst. Toen Jezus Jeruzalem binnenging vanaf de Olijfberg in Matteüs hoofdstuk 21, gebruikte hij een poort op dezelfde locatie als de huidige oostelijke of gouden poort. Na Jezus hemelvaart vertelde een engel de apostelen en discipelen dat Jezus op dezelfde manier zou terugkeren als waarop hij was vertrokken. Zie Handelingen hoofdstuk 1, vers 11. In combinatie met de messiaanse profetie van Zacharia hoofdstuk 14, vers 4, dat op de dag van Yahweh's komst de Olijfberg van oost naar west in tweeën zal worden gedeeld, beleden de kerkvaders het geloof dat wanneer Jezus terugkeert, hij Jeruzalem door de Gouden Poort zal binnengaan. Zacharia was een priester en profeet van het tweestammenrijk Juda en wordt traditioneel beschouwd als de auteur van het boek Zacharia. Het gesloten zijn van de poort wordt gezien als een voorspelling van de ommuring van de Oostpoort door de moslims in 1540 na Christus. De moslim, Soleiman, probeerde de plannen van de Messias te dwarsbomen met 16 voet cement. De Oostelijke Poort is bijna 500 jaar lang verzegeld gebleven. Deze poort wordt officieel de Oostpoort genoemd,
maar staat ook bekend als de Gouden Poort, de poort van het eeuwige leven, de genadepoort, de Shushanpoort en soms als de Schone Poort. De Gouden Poort wordt ook wel de poort van barmhartigheid genoemd. De poort heeft twee deuropeningen. Het zuidelijke deel staat bekend als de poort van barmhartigheid en het noordelijke deel als de poort van berouw. De naam Oostpoort werd gegeven in overeenstemming met de relatie met Jeruzalem zelf op de oostelijke muur van de stad. Toch lijkt de unieke naam van de positie, in plaats van de specifieke betekenis of het gebruik, erop te wijzen dat het oosten zelf een bepaalde betekenis geeft. Het is niet ongebruikelijk dat het oosten op de een of andere manier in verband gebracht wordt met de komst van de Heer. In de kersttijd staat het oosten centraal in het verhaal van het bezoek van de drie wijzen. Ze zagen zijn ster toen ze nog in het oosten waren en reisden in westelijke richting, de ster volgend naar de poorten van Jeruzalem. In Ezechiël komt de oostpoort van de visionaire tempel die de profeet zag ook op een interessante manier aan bod. Ezechiël hoofdstuk 43, versen 1, 2 en 4 vertelt ons dat de glorie van God vanuit het oosten naar de oostelijke poort kwam. Zijn stem was als het gebulder van stromende wateren en het land straalde van zijn heerlijkheid. Zie ook het boek Openbaring, hoofdstuk 1, vers 15. Het was een poort van groot belang. De heerlijkheid van de Heer. Wie is deze glorie van de Heer? Genesis, hoofdstuk 3, vers 24, wijst naar het oosten als de plaats van de buitensluiting. Nadat God de man had verdreven, plaatste hij aan de oostkant van de Hof van Eden kerubs en een vlammend zwaard dat heen en weer flitste om de weg naar de boom des levens te bewaken. Nehemia's bijna terloopse vermelding van de oostpoort en zijn inspiraties over de komst van de Heer culmineren in het teken dat gegeven wordt in Matteüs hoofdstuk 24, vers 27 en versen 30 tot 31. Zoals de bliksem uit het oosten komt en naar het westen flitst, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ten dien tijde zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle volken der aarde zullen treuren. Zij zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen van het ene uiteinde van de hemel tot het andere. De oostpoort van Jeruzalem leidt ons dus van de eerste komst van onze Heer naar zijn tweede komst. Alle ogen zullen hem zien in zijn grote glorie. Hoewel de volken op aarde zullen treuren, zal deze gebeurtenis in de geschiedenis voor ons die geloven een tijd van grote zegen en vreugde zijn. In zijn vleugels zal definitieve genezing zijn van zonde, van verdriet, van fysiek lijden, van de zorgen en rampen van het aardse leven naar de vreugde en vrede van zijn hemelse aanwezigheid. Jeruzalem is heel belangrijk voor God
En daar is een goede reden voor. Alle Bijbelse profeten spraken ook over de muren en poorten van Jeruzalem, in verband met Gods trouw. De stad wordt beschreven als de plaats waar God woont, Psalm 46, vers 4. Er wordt verteld dat God zelf wachters op haar muren heeft gezet. Zie Jesaja, hoofdstuk 62, vers 6. En hen wordt opgedragen om voor haar vrede te bidden. Ook wij kunnen wachters op de muren zijn. We bidden voor heling van en voor onze wereld en voor de vestiging van Gods koninkrijk op aarde. God roept ons op om te bidden en vurig op Hem te vertrouwen. Evenzo zijn we geroepen om hard te werken en goede daden te verrichten. Overal waar God ons roept om beschermers, herbouwers en verzoeners te zijn. We krijgen de opdracht om God geen rust te geven, totdat Hij Jeruzalem vestigt en tot een lofzang op aarde maakt. Zie Jesaja hoofdstuk 62 vers 7. In Spreuken 25 onthult Salomo een algemeen begrip van het grote belang van stadsmuren in de oude samenleving. Als een stad, waarvan de muren zijn doorbroken, is iemand die geen zelfbeheersing geeft. Door deze lens kunnen we begrijpen waarom Nehemia ging zitten en huilde toen hij hoorde: de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zie Nehemia hoofdstuk 1, versen 3 en 4. Ezechiëls beschrijving van de glorie van de Heer, die van de olijfberg naar beneden komt en door de oostelijke poort naar binnen gaat, is werkelijk intrigerend. Het loopt parallel met de aanwijzing in Zacharia dat de tweede komst van de Messias op dezelfde plaats zal plaatsvinden. Jeruzalem maakt deel uit van Gods grote liefdesverhaal voor de mensheid. Ezechiëls laatste visioen van de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, de duizendjarige tempel, de derde tempel, is aanzienlijk groter dan de eerste twee tempels. Het Jeruzalem van het millennium zal 12 poorten hebben in plaats van 8. Jeruzalem, de heilige stad, die van God uit de hemel neerdaalt, heeft alle glorie van God en schittert als een kostbaar juweel van kristalheldere diamant, lezen we ook in boek Openbaring. Het verhaal van Jeruzalem is ook ons verhaal. God koos ons, net zoals Hij Jeruzalem koos. Jeruzalem is vaak eigenzinnig geweest, in de ban van afgoden, wat allemaal heeft geleid tot haar val en vernietiging. Maar net als wij, in onze gebrokenheid en rebellie, heeft God Jeruzalem nooit vergeten of opgegeven. We zijn allebei uitverkoren om zijn tempel, de plaats waar zijn heerlijkheid woont, te zijn. De zon der gerechtigheid zal opgaan met genezing in haar vleugels. Maleachi hoofdstuk 4 vers 2. De profetie van Maleachi verwijst specifiek naar de dag des Heren, de dag des oordeels. Hier naderen we een van de poorten waarvan de vervulling uitsluitend het initiatief en de activiteit van God is. Het is gepast om het vers van Maleachi te citeren in verband met de Oostpoort,
vanuit een paar toegewijde gedachten, gebaseerd op de poorten van Jeruzalem. Als we het woord zonsopgang zeggen, wordt de oostelijke richting aangegeven. Zeggen we het woord oost, dan komt zonsopgang in ons op. Is Jezus niet de zon der gerechtigheid, die opging met genezing in zijn vleugels? Het oosten als de plaats van zonsopgang vestigt onze gedachten op Jezus en op zijn komst. Net als Nehemia huilde Jezus over Jeruzalem en verklaarde: jullie zullen mij pas weer zien als jullie zeggen: gezegend is wie komt in de naam van de Heer. Zie Matteüs hoofdstuk 23, vers 39. Net zoals Jezus ernaar verlangt om terug te keren naar de stad waar hij van houdt, verlangt hij ernaar dat de geblokkeerde poorten van onze harten opengaan. Zelfs terwijl we vandaag op zijn terugkeer wachten, staat hij aan de poort van elk hart te kloppen. Hij verlangt ernaar dat wij hem ontvangen, om samen als vrienden een maaltijd te delen. Laten we net als Jezus bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we ernaar verlangen dat hij spoedig naar haar terugkeert en een nieuw, veel beter tijdperk inluidt. Wat niet langer dient, borrelt naar de oppervlakte voor iedereen om getuige van te zijn, om het oude los te laten en veranderingen aan te brengen. Tijdens deze instroom van energiefrequenties horen we alle energie te omarmen, zowel licht als schaduw, en transformeren naar eenheid. Het is een verenigde oproep om een einde te maken aan alle oorlog, geweld, corruptie en ongebreidelde hebzucht. Dit is ons moment. We worden opgeroepen om onze goddelijke autoriteit, waarheid en leiderschap in de wereldwijde ascensie van de hele mensheid te omarmen. Iedere lichtwerker, ieder menselijk wezen hoort zichzelf af te vragen: hoe breng ik liefde, licht en vrede naar de planeet? We horen onze verenigde inspanningen te combineren door bewust onze vibratie te verhogen en in eenheidsbewustzijn te leven en de patronen te transformeren die onze menselijke ervaring creëren. Wanneer we gerichte intentie combineren met evenwicht tussen geest en hart, kunnen we een boost kennen. Wij worden een kanaal van universele overvloed, levend in eenheidsbewustzijn. We maken de overgang van het leven in een gepolariseerd veld van dualiteit dat gedomineerd wordt door egocontrole, naar een leven in kosmisch Christusbewustzijn. Sirius vertegenwoordigt een overgangsfase, het verplaatsen van bewustzijn van de ene realiteit of frequentie naar de andere. De kracht om te manifesteren is in ons gecodeerd, onze goddelijke natuur, en is eeuwig zoals we zijn. De 8-8-uitlijning opent het oneindigheidsportaal dat ons voorbij alle oude patronen van beperking begeleidt met versterkt, versneld goddelijk licht. Kwaliteit en hoeveelheden licht door Gods genade die leiden naar viering van de thuiskomst van de mensheid.
Deze vibratie helpt om voorbij eerdere grenzen te gaan. Het is goddelijke scheppingsenergie, een zuivere krachtbron, een drempel die wij naar keuze kunnen overschrijden. We worden opgeroepen om ons goddelijk erfdeel, het verbond, de belofte van onze heilige schepper opnieuw te herinneren, te kiezen, de oude aardse beperkingen van dualiteit los te laten en door de poort, portaal in bewustzijn te stappen, met open hart en gans om het manna, de goddelijke overvloed van boven, te ontvangen. De tijd wordt versneld. Tijd, zoals wij die waarnemen, zal verschuiven. De bekende en onbekende tijd komt samen, terwijl de tijdsketen pauzeert om zijn wonden uit het verleden te likken, terwijl alles wat niet van goddelijke oorsprong is, naar de oppervlakte zal blijven komen om te worden losgelaten. Sirius is de thuisbasis van het Christusbewustzijn. Laten we beginnen met de echte leeuw, de leeuw van Juda. Het woord Christus is Grieks voor gezalfde. De term Christusbewustzijn wordt gebruikt als een metataal statement voor zelfgerealiseerde, ontwaakte mensheid die het mededogen van Christus draagt, Christophoroi of Christusdragers of de gezalfden, pluralistisch werkend in goddelijke liefde voor het verhogen van bewustzijn. Sommige mensen weten dat het getal 8 naar Jezus verwijst, maar weinigen weten waarom. 8 is het getal van de opstanding, omdat Jezus op de 8e dag opstond. 8 is een beeld van het beneden dat opstijgt naar het boven. Wij zijn de welp, om zo te spreken. Het gaat of spreekt niet zozeer over een bepaalde afkomst. De stam van Juda zijn wij, Gods volk. De leeuwenpoort, Arishemot, kan ook worden begrepen als de leeuw die de Exodus leidt, of als degenen die in het nu de goddelijke opdracht hebben gekregen om alle mensen door het voorbeeld te leiden naar de functie van het hart. We hebben goddelijke steun, goddelijke erfenis, goddelijke overvloed, om goddelijke inspiraties te manifesteren die in ons hart zijn. Wezen we onbevreesd, volgen we ons hart. Sluiten we aan bij anderen met een gelijkgestemde hartgeest en manifesteren we nu reeds de hemel op aarde. Het is onze keus en bestemming. Aarzelen we niet langer, stellen we niet langer uit, maar handelen we nu. In Openbaring, hoofdstuk 5, kunnen we lezen: En een van de oudsten zei tegen mij: Ween niet, zie, de leeuw van de stam Juda, de wortel van David, heeft gezegevierd om het boek te openen en de 7 zegels ervan los te maken. Nu we hebben vastgesteld wie wat is, laten we tot de kern komen. Maken we ons klaar? Zijn we klaar? Er is geen hemelvaart zonder God. Wij worden uitgenodigd om binnen te gaan door de enge poort, wat krap, beperkt en moeilijk betekent. Niet recht, maar nauw. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daarin ingaan, want eng is de poort en smal de weg
die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die gaar vinden. Zie Matteüs, hoofdstuk 7, vers 13. Het is een term om een smalle en soms verraderlijke doorgang te beschrijven. Zie de doortocht van het leven, met onvoorspelbare getijden, stromingen en stormen, als een ultieme test voor onze vaardigheid en moed. Het beschrijft de doorgang als smal en nooit gemakkelijk. Wat als de smalle poort verwijst naar de genadepoort, of gouden poort of de schone poort, de meest oostelijke poort van de heilige stad Jeruzalem, in het midden van de oostelijke kant van de Tempelberg, tegenover de Olijfberg. Oude ommuurde steden, zoals Jeruzalem, hadden twee soorten poorten, smalle en wijde. De brede poorten van Jeruzalem waren bedoeld voor de massa's. De smalle of rechte poorten van de stad waren gereserveerd voor hoogwaardigheidsbekleders, edelen en koningen. Toen Christus zijn volgelingen adviseerde om in te gaan door de nauwe poort, want nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, gebruikte hij een metafoor die de mensen van die tijd konden begrijpen. Jezus wilde dat ze nobel zouden worden in hun geestelijke toestand, strevend naar hoge gedachten en daden. Het was niet zijn bedoeling om hen bang te maken met apocalyptische dreigementen. In plaats daarvan wilde hij hen verheffen. We kunnen de symboliek hier zien, als we verder denken dan de letterlijke interpretaties. De dag des oordeels en de dag der opstanding vinden werkelijk plaats in de periode van de geschiedenis, waarin een nieuwe boodschapper van God verschijnt, geleid door Gods geest, die de mensheid een geestelijke lente, een carte blanche biedt. Er zal geen opstanding van de dag zijn, in de zin van de opstanding uit de fysieke graven. Integendeel, de opstanding van allen zal plaatsvinden in de vorm van degenen die in dat tijdperk leven. Het valt niet te ontkennen dat op de dag der opstanding alles tot leven zal worden gewekt voor God. Want God zal die schepping scheppen en haar dan doen wederkeren. God heeft de schepping van alle dingen verordend en hij zal ze weer tot leven wekken. Deze vervulling en de progressieve voortzetting ervan geven uitvoering aan de belofte van onze Schepper, aan ons allemaal, dat we nooit zonder morele en spirituele leiding zullen zitten. Als we behoren tot degenen die waarnemen, beseffen we dat de genadegaven van God zich voortdurend manifesteren, net zoals de stralen van de zon onophoudelijk uitstralen vanuit het zonnecentrum. De fenomenale wereld, door de schitterende uitstraling van de zon, is stralend en helder. Op dezelfde manier wordt het rijk van onze harten en geesten verlicht en verkwikt door de stralende stralen van de zon van werkelijkheid en de giften van de liefde van God. Daardoor wordt de wereld van het bestaan, wij, steeds tot leven gewekt. Zonder de liefde van God zouden onze harten levensloos zijn, zouden onze geesten verdorren en zou de werkelijkheid van ons mensen verstoken zijn van de eeuwige schenkingen. In 1 Petrus, hoofdstuk 5,
lezen we in vers 8. Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, loopt als een brullende leeuw rond, zoekende wie hij zal verslinden. Iedereen hoort te weten dat Satan ervan houdt om God na te bootsen. Satans hele plan is om de vijf ik wil, waarover in Jesaja hoofdstuk 14 wordt gesproken, uit te voeren. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, Lucifer, zoon van de morgen? Hoe zijt gij ter aarde gevallen, die de volken verzwakt hebt? Want gij hebt in uw hart gezegd, ik zal ten hemel opstijgen. Ik zal mijn troon verheffen boven de sterren Gods. Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken. Ik zal zijn als de Allerhoogste. Maar vrees niet, hij zult nederdalen naar de gel, naar de wanden van de put. Satan en zijn dienaren vormen zich om tot engelen van het licht, apostelen van Christus en dienaren van de gerechtigheid, valse apostelen, bedriegelijke werkers. Hoe gebeurt deze omvorming, transformatie? Zoals de wedergeborene een nieuw schepsel wordt in Jezus Christus en wordt opgenomen door de Heilige Geest, zo wordt de persoon die occulte inwijding ervaart, getransformeerd in een nieuw schepsel in Satan en wordt opgenomen in de diepten van Satan, een vals ascensieproces. In het laatste ligt de leugen van alle leugens, het mysterie van de ongerechtigheid, een vals ascensieproces. De brullende leeuw is in dit geval Satan. Het vertelt ons dat Satan als een brullende leeuw uit is op verslinden. Wat verslinden? Ons leven, ons geluk, onze vreugde, onze ziel. Valse doctrines, leugens en misleiding zorgen ervoor dat we op een dwaalspoor worden gebracht. Satan zelf is veranderd in een engel van licht. Dit valse licht laat miljarden geloven dat hij veel meer is dan hij is. Dit is een deel van zijn macht. De liefde tot het geld is mede de wortel van alle kwaad. Satans technieken zijn zo duidelijk als we ze eenmaal beginnen op te merken. Laten we met dit in gedachten verder gaan. De leeuwenpoort vormt een uitnodiging om onszelf de tijd te gunnen om te reflecteren, te mediteren en om onze trilling te versterken. Komen we in beweging en boren we onze innerlijke kracht aan? Spreken we vertrouwen uit in onze woorden en houding om ons magnetisme te versterken? Staan we intuïtieve gevoelens toe om ons te helpen, ons af te stemmen op de kracht en de waarachtige geest van deze dag? Dit is onze kans om trots te zijn, de kracht te hebben en ons hoogste zelf te zijn. De energie is krachtig. We kunnen de energie aanwenden om alle stukjes van onszelf terug te roepen, waarvan we het gevoel hebben dat we ze onderweg verloren hebben of voor ons nog verborgen zijn gebleven. We kunnen de energie aanwenden om onze energie nieuw leven in te blazen en ons goed te voelen in ons lichaam. Hoe
Hoe je deze energie gebruikt, is uiteindelijk aan jou. Mag je intuïtie, Gods geest van liefde en waarheid, je hierin leiden? Mag het je naar een krachtige plek en zinvol doel brengen? Mag het je volledig openen voor de nieuwe mogelijkheden die jouw kant opkomen? Namaste.